down seat of an ATV. Is it him here who has stopped the French cafe? And maybe Alphonse sitting in return. And maybe Alphonse took the change of life. Maybe two and him and Luke and Doc. He didn't know Sparkle and he smoked in our spot. And I six packs for your dancing for your Z. Wo sind die Handjes? Jürgen, deine Dopsi, deine Haie, lecker Fell. Was hier nicht was ist, dann bin ich ein Return. Jürgen, deine Dopsi, von der Jürgen, Ladi, je. Hier kann ich leben, ohne Eis und ohne Schnee. Jürgen, deine Dopsi, das ist Helen, mein Ding. Das bringt mich jeden Tag in der Erfälle. Wo sind die Handjes? In der Stimmung, man liegt auf dem Bock. Er ist erlöst, er mit Eten ist er tot. Mal wie so noch ewig auf der Bahn. Saute Speise, doch nur eben lag ich da. Die Stimmung ist vor mein Bett, wie du hast. Und in die Blockhütte holt ich ne Asters. Geht mir mit richtig vom Schneemann gefühlt. Was ihr ein Ding ist, ihr weht mal nicht berühmt. Wenn ich schweige, Jürgelani Bozzi, darin Haie lecker Fluss. Was ihr mit Fasse sind, dann denk ihr ein Betrüß. Jürgelani Bozzi, von mir, Jürgelani, yeah. Deines Leben ohne Eis und ohne Schnee. Jürgelani Bozzi, das ist Helen, mein Ding. Ich bringe jeden Tag in der Efterling. Jürgelani, all die Menschen sind mein Mech. Und von mir, Jürgelani, 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 wie wo sind die Hacken? Jürgelani Bozzi, da den Haien lecker Fleur. Als je met vasten zit, dan ben je aan de trus. Je laat je opslee van je jodelaadie. Je kan niet zweden, ohne ijs en ohne schnee. Je laat je opslee, dat is helemaal mijn ding. Dus ben ik heel graag in de Efteling. Je laat je alleen met je zing maar met mijn ring. En van je jodelaadie, je laat je in. Ja, kom nu! Danke schön. Und die Frage ist, macht ihr Haul? Guten Abend, liebe Leute, hier auf dem geselligen Stemmoplein. Bei den letzten Nebenplänen für Steffen 2017. Wir feiern am Abend hier wird natürlich der Efteling 65 Jahre Start mit der Jürgenfeinisch Familienfest. Jawohl! En die kunt u op het Stemmoplein lekker even uitrusten. Een rondje maken, nog een onze bobsleepbaan. Een braadworst eten of een lekker schroomwafeltje bestellen. Of gewoon even uitrusten, hè? Zoals de meesten. Even een vraag, hebben ze een feestje? Ja! Ik voel het voor een S aankomen, lieve. Is het van mij? Ah, schatzi, kom maar hier, jongens. En ik ben nog niet eens jaren. Danke. Du kannst nicht immer 17 sein. Liebling, das kannst du, eine so schwach. Aber das Leben wird dir noch geben. Was ist mit 17 dir verspricht? Einmal da wirst du es so mehr, jetzt so mehr, ja. Dann bin ich schwach bei dir. Denn du bist immer, immer geliebt von mir. Als de laatste avond kijkt, zo maak een boetje. Dank u. Oké, wo sind die Handjes? Schöne Pfeil, hast du heute für mich sein. Und! Es hat mit den Jahren, dann bin ich nur für dich da. Du bitte hoch, ja ho, ja ho. Schöne Pfeil, bleib nie so jung wie heute. Und! Kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht ist es schon morgen viel
zu spät. Ist aber die Wäsche, du? Aufgepasst, kommt ja. Das Schönste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das Schönste, das Schönste am ganzen Tag, das sind die Ferien. Lassen, was man selber will. Dann sind die beiden Bilder vergessen, zwei Stimmen. Das Schönste im Leben ist die Freiheit. Und dann sagen wir: High five! Schön ist es auf der Welt zu sein. Wenn die Sonne scheint, wie groß und klein. Denn du kannst atmen, du kannst gehen. Dich an meines Freundes und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein. Sag die Biene zu dem Stachelschwein. Wenn du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. In der Hand reihe. So blau, blau, blau blüht Enzian. Wenn mein Eibling blüht, wir uns wiedersehen mit Tieren. Rot, 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 rote Lippen fängt es an, den ich nie vergessen kann. Holla, ja, ja, holla, die, holla, die, ho. Holla, ja, ja, holla, die, holla, die, ho. Stehen, er steht. Und das Schweizer Mann sah so schön. Einer kommt hier. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian. Bring mein Eibling blüht. Wir uns lieben sind mit Tieren. Rot, 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 rot. Lippen fing es an, den ich lieb. Hossa, 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 Hossa. Fiesta, Fiesta Mexicana. Wait for me, then I'm to appreciate I'm fair. Fiesta, Fiesta Mexicana. Es geht für Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, wir sind hier. Fiesta Mexicana, weil die dann den Einklang die Sorge schnell vergelt. Adio, adio Mexico, ich komme wieder zu dir zurück. Adio, adio Mexico, ich grüße mich. Sombrero, Tiquero, ich habe nichts im Weg. Jungs, mit mir hat die Schwei ein la la la. La 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 la. Fiesta, Fiesta Mexicana, heute wird wieder alles zu schön. Ja, du bist safe, darum bin ich bald wieder da. Hossa, 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 ho ho! Voll, Herr Damen und Herren, tut Ende hier von Abend. Richtige Stimmung hier auf dem Stimmungplein. Sie wird doch auch leise gesehen, die hohe Musikhalle, Damen und Herren. Von 65 Jahren Efteling ist das, sag mal, ein von meinen Hochbühnen hier. Im Theater der Efteling, wie wenig es hier noch will. The Musical, The Sound of Music. Ja. Alexander, fantastisch finde, um hier vanavond, guys, op ons hoofdpodium, waar de geiten druk bezet zijn, ja, om een scène na te spelen uit de Sound of Music. En daarvoor zoek ik eigenlijk de familie van Trapp. Er zijn hier nog nooit hier van Trapp geweest. Dan ben jij het jongste kind, denk ik dan, of niet? Ja. Nou, kom maar, mag jij hier van Trapp spelen? Zou je ook mee willen doen?
Ja, oké, kom maar lekker hier bij hem staan zo. Ik zoek ook nog een klein meisje. Wie van de kleine meisjes zou hier op de bühne een serenade willen spelen uit de Sound of Music? Ja, kom ze maar hier. Mooi, gaan we hier staan zo. Jullie twee, die meneer. En dan zoek ik ook nog een Maria. Even kijken, echt. Ach ja, hier zit ze vooraan in Troos. Geef ze een applaus, de familie van Trump. Ja, wacht, jullie moeten achter me aankomen als het fluitsignaal klinkt, hè. Kom jullie maar hier staan, de kinderen zo. En hier mogen jullie staan zo. Kijk eens, ja. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heet je? Lorenzo. Lorenzo, oh, wacht even, de figuranten even plaatsmaken. Ja, dank u wel. Gaat het? Is ook een manier van dragen, ja. Dat is mooi. Lorenzo? Ja. Waar kom je vandaan? Tilburg. Tilburg. Hou je van hobby's? Ja, voetballen. Voetballen, oké. En jij, Shazi, wie ben jij? Alicia. 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 En waar kom jij vandaan? Dat weet ik niet, gewoon van tafel 7, hè, daar in de midden. Hi, Shazi. Maria. Michelle. Ja, maar je heet nu even Maria natuurlijk, uit de Sound of Music. En naast je heb je haar voorgesteld, dat is de heer van Trapp. Hi, hoe heet je? Herr von Trapp. Herr von Trapp, hij zit erin. Stel jezelf even voor, zeg, hi, hi. Dat is even de kusszene van belang, hè, zometeen. Hallo, Shazi, krulletjes, hi. Ga je maar daar zitten, want we zijn al lekker bezet hier op de bühne. Kijk eens, wij hebben hier zo'n kostuums uit de Sound of Music. Kijk, dan gaan we ons ook even aankleden. Deze is voor jou. Oh nee, die is voor jou. Zo. Kijk eens, we hebben ook voor jou ook zo'n heel mooi kostuum. Kijk eens, want we gaan een scène naspelen. En de eerste scène die we gaan naspelen is jodelen. Kunt u jodelen? Jodelen. Ik hoef het daar niet meer voor te doen. Dat klinkt fantastisch, Herr Vertrouw. Mooi, ja, heel goed. Kunnen jullie ook zo goed jodelen? Zal ik het één keertje voordoen? Ja. Ik doe het één keertje voor. Let op! Klapt maar mee, dat lijkt het nog iets, hè? Playback, maar jullie gaan het live doen, hè? Zijn we er klaar voor? Oké, dames en heren, podium, jongens en meisjes, klap maar even mee. Het is om het liedje High on the Hills uit de Sound of Music met live gejodel. Wat zeg je? Dat was vals. Was dat vals? Niks van gehoord. Heeft er niks. Dit is ook geen auditie voor de next Hollands Got top talent, hè? Maar goed. Jongens, jullie zijn bij ingezongen. Dan gaan we nu het mooiste liedje uit de Sound of Music doen. Jongens en meisjes, papa's en mama's. Dat is namelijk Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. De sing-along. Ja, jullie mogen hier allemaal lekker meezingen. Hier, kijk eens. Als je de tekst niet kent, de tekst staat op de bordjes. Mogen jullie zo lekker meezingen. Als de bordjes omhoog gaan, zingen jullie de tekst die op het bordje staat, ja? Dus doe het bordje maar even naar beneden zo, even nog naar beneden. En doe begin maar eens en dan zingen jullie. Re, mi, fa, sol, la, do.
Op muziek klinkt het iets beter, denk ik. En dan weer naar gaat hier. Toen de stad en stond je mee. Een hertje in het veld. Mies en ouders in Chinees. Je vader is een held. Zong de Spaanse zon aan zee. En laat dat zing je soms maar zo. Tien en Engels van forte. En meteen terug naar do. Oh, oh, oh. Daar staat en stop je mee. Een hetje in het veld. Zijn noorders in Chinees. Je vader is een held. Zo. De Spaanse zon aan zee. Helaas, dat zing je soms maar zo. Tien, en Engels wordt forte. En meteen terug naar dood. U mag meezingen, kom maar. Een hetje in het veld. Mies en ouders in Chinees. Waar je vader is een held. Zong de Spaanse zon aan zee. Een laag dat zing je soms maar zo. Tien en Engels van forte. En meteen terug naar do. Alle bordjes. Doe ik niet vaak zo laat die do. Zo, dan. Eens een applaus. Super tof. Hier, jullie mogen de bordjes terug doen. In het mandje. En de kostuums mogen jullie aan de geit hangen. Ja, weet je waar. Jullie krijgen ook nog een klein cadeautje. Omdat jullie zo'n super tolle Sound of Music familie van Tabba. Kijk eens, Schatzi. Een echte Jürgen Freilich Alpenmuts. Wauw, voor jou ook eentje. Kijk eens, dan kan iedereen zien. Die hebben meegedaan met de show. Kijk eens, alsjeblieft, voor jou ook nog. Je kan nog de hele winter Efteling door. Hè? Ja? Maak de trappen even vrij, jongens en meisjes. Want de familie Trapp, die gaat weer naar huis. La la, la 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 la. I'm one of the family, yeah. High five, here's an applaus. Even meer van Trapp, lieve Leute. Super toll. So, sorry dat ik even bij jullie op het podium kom, lieve Leute. Maar blijf lekker zitten. Ja, gezellig toch? Lekker gemütlich, niet meer. Okay, Leute, pak me gar even was. We gaan een liedje zien. Komt ie. Oh. What's up? En dan pak je een bord. Het is een Griekskantje. Das war schon gut, da sieht die Wohnstadtstraße in Hamm, was geht. Hotza! Da war ein Wirthaus, aus dem das Licht noch auf in die Stadt schien. Ich hatte Zeit und bin es kalt und trat ich ein. Hotza! Wo sind die Handjes? Tu mal mehr. Ich krieg ihn schon mal. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Denn wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von der Heimat. Du musst verzeihen. Okay, we gaan de Polonaise inzetten, dames. Zijn we klaar voor u? Ik vang ze irgendwo. Allein in Mexico. Anita, Anita. Noch wat die haar. Zijn Augen, die verstehen zo klaar. Auf dem Feld sagte ich zu dir, Anita, sie ist da, ist heut, die Stadt ist nicht mehr weit, komm, mach hier wieder. Oh, wo sind die Handjes? Hinter!
Ja, lekker zwaaien zo. Oh. Ik zeg diegene met ik wil zu Hause zijn. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, Bettina und Marina. Die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die geben eine raus. Eine Reise in den Süden ist für alle schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Oh, Tina, oh, Marina. Wenn wir uns einmal wiedersehen. Oh Tina, oh Marina, dann wird es ewig schön. Okay, liebe Leute, wir haben nicht schneller in der Polonaise. Und du nur lenkst dich von Teddy Christian. Ey, was hört ihr, eine fantastische Moni hier auf einmal. Wow. Ich bin so seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denk dir jede Stunde, sie muss es erfahren. Seh ich ihre Lippen, mit die Frau lachen. Möcht ich alles machen, um sie mal zu küssen. Aber heute bestimmt ich zu dir. Gründe hab ich ein Glück dafür. Ich stell dir ein und vor sie hin. Und sag sie, wie verliebt ich bin. Sag sie dann noch nein, ist mir's egal. Weil ich warte noch ein anderes Mal. Ich stell mich einfach vor die Tür. Und sag sie mit, mein Guttüber. Ja, da kommt die, sing mal mit. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sein Ja. Ist mein Herz gerade noch frei. Dein Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag Ja. Rosamunde, pardon, die erste Mama. Ja. Rosamunde, komm schön, komm, ich bin dir treu. Letzte Stunde Rosamunde, ist mein Herz gerade noch frei. Ja, super toll. Ja. Sorry dat ik nu. Ja, ik zie uw man of uw vriend, die komt terug met koffie en die kijkt me aan, staat er een boog op de tafel. Ja, is ook echt die. Ja. Hallo, hoe gaat dit? Goed, ja? Is dat papa? Ja. Oh, ik zag jullie net al op de geit zitten. Zouden jullie samen een spelletje willen doen? Dat jullie even het EK geitenmeuken gaan inzetten, ja? Wil je dat doen, samen? Kan hij het niet, maar papa kan toch helpen? Ja, zullen we doen? EK geitenmeuken, kom hier. Kom lekker, geef me een applaus. Ja. Kom maar eens uit, deze kan dan. Papa mit Kind, das ist eine korrekte Hirschland. Ja, misschien dat ik dan ook even een andere papa met kind kan vragen, dat jullie tegen elkaar kunnen geiten neuken, hè? Ja, dat is goed. Hoe heet je? Waar kom je vandaan? Kom uit Heusden. Heusden? Dat is niet zo waar ik heb, toch? Vlakbij. Vlakbij, ja. En hoe heet jij? Koeka? Luca, wat een goede naam. Hey, mooi. Ik zoek nog eigenlijk een kind met een papa. Beetje dit formaat. Wie van jullie zou er ook een spelletje mee willen doen? Oh, jij met mama, dat reken ik ook goed. Ja, gezellig. Is dat ook goed? Goeie tegen. Kom maar, gezellig. Geef ze applaus. Moet u met kind? Kom maar, gezellig. Ja. Kom maar, ja. Hallo. Oh, jullie wisselen snel van kind. Is die beter? Oh nee, dat is het. Hallo jongen, hoe heet jij? Lars, en dit is? Dagmar. Dagmar, hi Dagmar. Dat is makkelijk, onthouden Dagmar.
Dag maar, Lucas. Hey, is het leuk in de Efteling? Ja. Ja, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Van alles. Niet zoveel. Niet zoveel. Oh, je komt net te laat. Nou. Je komt alleen voor jeugdvrijheid. Precies. Ja, precies. Nou, heel leuk. Ja, maar het is niet te doen dat we met de hele familie gaan feiten maken natuurlijk. Ik zou het zo leuk vinden als je met hem gaat proberen. Jongeman, maak even plaats. Want hij gaat geiten met, jij zit te eten. Hè? Je kunt niet twee dingen tegelijk. Of je bent een vrouw. Dan kan het wel, hè? Ja. Ze gaan samen geiten. Jullie mogen achter de zwarte plaatsnemen. Helemaal gezellig. Ze gaan 1 minuut lang gaan ze geiten maken. Maar pas op. Je moet aan de spenen niet trekken, maar je moet erin knijpen. Ja? Is dat je broer? Is dat je broer? Ah, die heb je al je problemen meegenomen, zie ik. Ja. Pas op met stokje. Oké. En vind je dit lekker waarschijnlijk? Ja, zijn jullie klaar? Willen jullie ook nog wat meer familieleden inzetten? Dat je zegt van, hoort de hele familie erop? Nee. Oké, opgepast. Hallo, pas op met de stok, hè? Ja, het is een lederhoze, maar je zit er zo doorheen. Zijn we er klaar voor u? 1 minuut lang, we gaan geiten maken! Dit schijnt onder de hele ongeveer 3 kwartier. Ondertussen kunt u bratels eten, maar dat is wel. Schoolwapens, vers gemaakt hier. Lekker wat te drinken, om even uitrusten. Kom op, hè, geiten met jongens. Gaat die goed? Ja. Gaat goed, hier op. Toch nog iets gedaan in de Efteling vandaag hier. Dit geeft geiten mee. En we gaan zo meteen meten hoeveel liter er in de emmer zit. En degene met de meeste aantal liters, die komt zijn naam op ons bankbord in het clubhuis. Afval, de laatste seconde tikken weg hier. Kinderen, laat je even horen voor de kandidaten. Stemmen. Ik ben met mannenmacht voor de geitenmeid. 3, 2, 1, oh, stop! Stop met geitenwerken, ja! Dan werd het spannend. Haal de emmer maar onder de geit, een beetje schuim weghalen. En pas op rustig, want anders gaat alle melk eruit, hè. Zal ik je even helpen, jongen? Kom maar, ja. Zo, heel goed, ja. Oh, dat ziet er heel goed uit. Oké, kom lekker hier staan. Gaan we nu melken, dames en heren. Zullen we met jullie beginnen? Kijk eens, wacht even. Hou vast, ja. Dat is een hele goeie. 1,5 liter. Zweet op de kop staan, hè? Zie je, ja. Goed, pak hem maar weer de emmer. Pak maar de emmer. En zet hem maar weer terug onder de geit. Ik zet hem op nul. En dan gaat hij eens even kijken wat Moetie heeft gedaan. 1,5 liter. Allebei hetzelfde. Oh, jullie zijn aan elkaar gewaagd. Hier, je mag hem terugzetten. Fantastisch. Oh, dan heb ik het goed gemaakt. Komen alle twee de jongens, komen dan met... Nee, zet hem maar onder de geit, want het drukt altijd nog wat na natuurlijk, hè. Ja. En mevrouw, hier, u mag het even opschrijven. Uw naam van de zoon, voor- en de achternaam en de woonplaats. Dan mag jij dat ook zo meteen doen van deze. Ah, vind je het goed? Nee, vind je goed. Oké. Okay. Je hebt gewonnen. Ja. Hij is vast zo overtuigd dat hij dat ging winnen, hè, papa. Ja. Zo vader, zo zoon. Zo is dat. Zo is dat. Geef ze nog een applaus. En ik heb nog een klein cadeautje. Kijk eens hier. Voor de jongens. Ja. Wat? Nee, dat is voor hem, hè. Ja, nee, we kunnen niet de hele familie. Kijk eens, deze is voor jou. Alsjeblieft. Jullie mogen vast ook een keer op. En deze is voor jou. Dames en heren, geef ze een applaus. De kandidaten van het EK Geitenmerken. Super tof. Kijk eens hier, Lars onder montage aan Luca, maar dat geeft niks. Het is van de dijkletsen. Ik zet er een pijltje neer. Oh, je hebt er. Oh, Luca! Luca staat bij dijkletsen, maar geeft niks. Doe ik even zo'n pijltje zo. Niet dat je denkt dat je ook kan dijkletsen, natuurlijk. Hè? Jongens, dankjewel. Jullie mogen lekker weer richting de Efteling. En zullen we nog één liedje doen? Wie van jullie gaat er wel eens apres skiën?
Of wie gaat er wel eens op wintersport, kan ik beter vragen. Vlaggetjes, nee, ik ben helemaal... Zometeen over kwartier start weer de nieuwe show, dan krijgen we nieuwe vlaggetjes. Of is er iemand die een vlaggetje over heeft voor deze meneer? Kijk, zijn collectors item, hier tafel 3. Kijk, er komt er nog eentje aangerend. Kijk, voor die meneer maar heeft wat 6 minuten. Ja, dat gaat kan snel. U komt er niet vanaf, schatzie. Blijf zwaaien. Ja. Goed, dames en heren, jongens en meisjes, we gaan een leuke dansje doen. Een richtig, zeg maar, wie heet het, après-ski met i. Het enige wat jullie hoeven doen is even de handen in de lucht. Handen in de lucht. En dan ga je klappen. Ga maar klappen zo, klappen. En dan roep je Anton, Anton. Heel goed. En dan gaan we een beetje springen. Zijn we er klaar voor? Springen, ja. Ik ben zo schön. Ik ben zo toll. Ik ben de Anton aus Tirol. Mijn nickname is starke man. Mijn figuur is niet man. Mijn figuur, een wonder der Natur. Ik ben zo stark. Ik ben zo wild. Hij is wel voor je broertje, jij wilt er niet meedoen, hè? Anton aus Tirol. En we gaan vliegen. En ik vlieg wie een tiger en zo stark. Stark wie een tiger en zo groß. Groß, ook wie een giraffe zo hoog. Jullie? Heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Slow motion. Und ich flieg, wie ein Flieger bin zu stark wie ein Tiger. Heute ist so ein schöner Tag. 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 Okay, macht einfach ihr Lasso, einfach alle mal ihr Lasso. Und dann haben wir noch ein Rundchen dran, ja? Sind wir klar für? Komm, hol das Lasso, das. Wir spielen Cowboy in die Arme. Ohne Rest und ohne Ziel. Hast du mich gesehen, als wenn ich mich ergebe? Stell mich an den Martyrpfad. Komm, hol es, was du hast. So wie beim ersten Mal. Auf jeden Fall ein Antenne, der Gummi. Schatzi, schenk mir ein Selfie. Ein
meine Selfie von dir. Schatzi, schenk mir ein Selfie, dann schenk ich dir auch eins von dir. Hey, oh, hey. Nun mach die Schuhe an. Okay, wir haben ein bisschen Klappe, guck die. Die Beine im Kino. Ach, wie mit dem Dino. Applaus für diese. Oh, was soll ich sagen? Ja, echt seine Mütze. Der hat schon eine neue Plattoppe. Ja. Tausende Jungs und Mädchen. Es ist von da auch leckere Temperaturen. Echte Sommerabend vanavond hier. Op de Lege Branche. Zullen er nog eentje doen? Normaal roepen ze dan altijd Zugabe. Zugabe. Nee, oh nee, 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 dat is niet waar. Bij mijn optreden roepen ze uit het Flughafen. Flughafen. Oké, we doen er nog eentje samen. Dit is het leukste liedje van het Negerpleinen verschijnen. Het heet ook het Negerpleinen verschijnen. En u mag lekker meezingen. Of de handjes in de lucht. Of de dansjes doen die ik zelf ook niet ken. Of u mag la 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 zingen. Goed? Gaan we even zingen. Precies, van hier tot aan de Ravelijn. Dan komt die Negerpleinen verschijnen niet. Kom maar. Sommerste Musik, die feine Melodie, wenn nicht mal manche Roten sieht. Es ist fest auf Binnenrein, von hier zu Drachelein, kommen wir bei dem Tanz auf die Sommerste Musik. Ich werde um alle Bahn, über das kleine Verstehen, wo wir wohnen. Hat dies ihn gelöscht in his bescheidenen Moment. Fand der Jäger nach uns bei uns Bett. Dann hängt er in die Begriffe in der Efterlin. Es sieht man mir, da kommt ja die sommerste Musik, die feine Melodie. Manche Wort und sie, hat es Face auf jeden Rhein, von hier zu Gravelein, komm wir bei dem Tanz von die Sommer zu sehen. Und als das Wort verbracht, die letzten Schwarz und Stuhl, zum Glück in Drogen, wo ihr selber lohnt. Schaut, waren sie fast gesperrt. Und dann zu dieser Abend hört man sie sind noch irgendwie singen? Hey, die Berichte in der Efterlin. Es sieht
maar mee, daar komt hij aan, hè? Die zomerse muziek, die fijne melodie, en niet van wat je hoort en ziet. Het is feest aan Pieterplein, van hier te Dravelijn. Kom erbij en dans op die zomerse muziek. Of niet even ook voor de Belgische gasten? La la la. Fijne avond hier op het Negenplein en Verschijn. Tot ziens of tot zometeen. Tjus! Oh, dat was een Jürgen Verich familienfest. Tjus! Ja, ga je met je rug in de zon staan? En dan zeg je eerst, hoeveel ballen is je uitzien? Drie ballen, dus ben je links of ben je rechts? Rechts? Oké. Okay. Een balletje, ga je je handen stoppen. Verschillende kaarten. Allemaal verschillende. En voor de mensen thuis ook allemaal verschillende. Zo, u hebt geshuffeld. Mag u zeggen stop waar u wil? Stop waar u wil. Kaart laat zien. Alleen u, meteen op de borst. Alleen u kijken. Ja? Kom hier op. Oké, okay, maakt niet uit. Ik ga gedachten lezen. Harte schoppen, raakte klaver. Ik zie aan je ogen, is hartekaart. Nee, schoppenkaart. Ik weet 100% zeker. Schoppenkaart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Schoppen 3. Laat maar zien aan iedereen. Alles een applausje voor deze goochelaar. Oh. Hoi mooi. Nee, we gaan nog eentje doen. Ja? Wil je schudden? Laat zien, alle kabels aan het schudden. Ja, alles prima. Half de andere kant. Oké, wij gaan zegt u maar, stop waar u wil. En dan mag u die kaart aan allemaal laten zien. Mag u die kaart aan iedereen laten zien. Aan alle mensen. Ook aan die mensen daarop. En ook aan die mensen daar. Allemaal gezien? Kies je doen? Ja, alles goed.
eens door elkaar spelen. Ali balletje. Zo, jij kan geld verdienen.
Ja, en deze verdienen. Maar je moet er wel wat voor doen. Je moet heel goed in de gaten houden waar het balletje is gebleven. Als je goed hebt, alles voor jou. Afgesproken? Afgesproken? Voor die middels spijker? Yeah.
Ja, is heel mooi. Goed zo. Goed gedaan hoor. Goed zo. Gaan we nog een trucje doen? Zo enthousiast allemaal. Nee. Iets makkelijker maken. En dan één beker. Ja? En controleren. Mooi. Als je goed opletten, is één balletje. Een bekertje. Ja, zeg maar, balletje is gebleven. Is een balletje onder de beker of zak van aan? Nee, ga langzaam. Doe langzaam, ja. Zak van Ali onder de beker. Als je niet onder de beker. Kijk, ja, ja. Nou, als je kind nog niet eens kleert, dan is het klaar. Kijk, je zeil maar een balletje. Je hebt blaast. Kijk, dan is hij weg. Doe je beter normaal. Het is mijn podium hoor, mevrouw. Goed zo! Wat een enthousiasme jullie hebben. Jezus, wat een enthousiasme. Zo! Ga mannetje in de hand doen. Balletje aanpassen, balletje weg, hoppa! Balletje, hapje. Balletje in de zak, knip in de vinger, balletje hier nou. Balletje in de zak, knip in de vinger, eitje. Balletje in de zak, knip in de eitje. Dank u wel. Dames en heren, als u een lekker ijsje wil, u kunt bij mijn collega, broer, bij IJsselhoek Arie een lekker ijsje halen. De grote podiumshow begint al voor 10 uur. Goedenavond allemaal. Heel goed. Hallo. Zo, oké. Ali gaat even proberen het trucje. Maar om te beginnen wil ik even altijd proberen, want er moet een beetje bij komen. Hallo, wat is jouw naam? Leo. Zeg je? Leo. Leo? Heel toevallig, zo heet mijn broer Ali ook. Heel mooi. Wij gaan doen samen een trucje om te proberen. Kom weer bij mij staan alsjeblieft. Kunnen alle mensen kijken? Jij moet even zeggen, al deze kaarten zijn allemaal verschillend. Zeg ja, Ali. Proberen met de dames en heren. Aan deze kant zijn allemaal hetzelfde. Zeg ja, Ali. Ja, Ali. Goed, je beetje enthousiast allemaal hoor. Een beetje enthousiaster, hè? Deze kant zijn kaarten allemaal hetzelfde. Ja, Ali. Ja, Ali. Heel goed. Oké, jij zegt stop alsjeblieft wanneer jij wil, ja? Voor ik beneden ben, anders geen zin, oké? Nog één keer proberen. 1, 2, 3. Zeg stop. Nu goed. Oké, je pakt bovenste kaart. Jij laat iedereen zien. Niet aan Ali. Ik ken het truc toch al. Jij laat het zien aan iedereen? Ja. Oké. Jij laat het weg. Stop. Jij stopt nergens in kaarten. Mijn goed is hè. Alles in spelletje. En Ali, mijn naam, dames en heren, zal mij even voorstellen aan u allemaal. Mijn naam is Ali Mentale. Ik lees al jouw gedachten. Ik doe alles uit jouw ziel halen. En helemaal uit jouw lichaam trekken. Van al die dingen die er zijn tegenwoordig. Okay. Ik ga opschrijven zijn gedachten op die doosje. Jij doet concentreren op dat doosje, op jouw kaart, oké? Okay? Concentreren, concentreren. Oké. Okay. Ik ga opschrijven. Jouw kaart. Dames en heren, een groot applaus voor de Ali. Zijn kaart. Is het Arabisch? Daar staat nog klaver 9. Is goed, klaver 9. Kijk, doe zo hop in Hollandisch. Zo goed. Normaal gesproken mensen gaan heel hard klappen nou.
Oké, dames en heren, dankjewel voor de jonge man, voor jouw spontane help. Geef een applaus voor de jongen. Ali gaat het een klein beetje moeilijker maken, want meneer kijkt hier heel chagrijnig in zijn vlot terug. Heel chagrijnig in zijn vlot terug. Oké, ik heb hier een voorspelling. Weet u wat zit in voorspelling? Nee, ik wist dat u dat zou zeggen. U neemt in gedachten een bekende Nederlander, oké? Goed nadenken. Ja, die, hou vast. Heel goed, heel goed. Heel goed. Hou vast. U gaat vertellen aan iedereen of klopt. Meneer, deze is bekend van televisie? Ja, wist ik. Is een bekende... Hallo, hallo, hallo. Is bekende zanger? Nee, wist ik ook. U mag voor de eerste keer zeggen, zodat iedereen kan horen, de laatste kunnen controleren. Zeg hardop. Wie was bekend in Nederland? Chantal Jansen! Ja, is goed. Willen jullie bewijs zien? Ja! Ik laat jullie zien. Kijk, Chantal Jansen. Gisteren was iemand, zei Huberto Tan. Ook goed, geen probleem. Normaal gesproken moet je heel hard applaudisseren. Goed, wat spontaan. Dankjewel. Willen jullie nog meer trucjes zien? Ja! Willen jullie nog meer trucjes zien? Zeg ja of nee? Ja! Oké. Okay. Ik laat jullie zien, dames en heren, heel speciaal. Ali heeft gekocht voor kameel. Sieraad voor kameel. En jullie misschien mij even kunnen helpen met kleur, hè? Allemaal hardop zeggen. Welke kleur is deze kleur? Welke kleur is deze kleur? Meneer staat niet mee te doen. Hallo meneer, ik vraag op. Ja, en Pet staat ook al verkeerd. Zet Pet goed. Anders mensen denken jij lopen achteraan. Wij gaan nog één keer proberen meneer, doe gewoon mee ja. Welke kleur is deze kleur? Nee meneer, mag alleen doen ja. Welke kleur is deze kleur? Heel goed! Allemaal doen! Deze kleur is welke kleur? 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 Deze touwtje is heel? Lang. Deze touwtje is heel? Kort. Heel goed. Als ik trek aan deze bolletje, wordt deze lang, deze kort. Als ik trek aan deze bolletje, wordt deze lang, deze kort. Heel veel mensen zeggen, alleen zit touwtje tussen. Nee, niks. Maar wat gebeurt als ik trek aan gele bolletje? Dan gaat rode bolletje omhoog. En zwarte naar beneden. Als ik trek aan groen, gaat zwart omhoog. Rode bolletje naar beneden. Ik begrijp niks van. Begrijp u wel, mevrouw? Gek is als jij doet halverwege, is het nog helemaal even lang. De mensen zeggen, loopt touwtje door buisje. Nee, is niet waar. Maar als jij doet in elkaar en jij snapt deze hoe dit werkt, dan moet je heel veel geld verdienen, want ik snap zelf niet. Dus groot applaus alsjeblieft voor jouzelf. Heel goed, heel goed. Nou, ik gebruik een jongetje of meisje die mij wil helpen met gewoon een trucje. Maar die is wel moeilijk. Iemand die mij wil helpen, wil jij helpen? Hoe is jouw naam? Mats? Zo heet mijn derde kameel ook. Heel goed, kom hier. Dames en heren, applaus voor Mats. Harder. Applaus. Mats, hoe oud ben jij? 8. Heel goed. Wat wil jij later worden? 9. Heel goed. Okay. Dames en heren, deze zakje is helemaal... Nee, mijn hand zit erin. Dames en heren, wij zeggen allemaal toverspreuk. Ik zeg eerst voor, jullie zeggen na. Abracadabra, fata morgana. Heel goed, meneer. Net goed, heel goed. Jij doet hand overeen, zij zeggen toverspreuk. 1, 2, 3. Heel mysterieus. Welke ben jij? Rechtshandig of linkshandig? Ja, dan kun jij beter pakken met rechts, want soms het bijt. Heel voorzichtig pakken, achterkopje ook, hè? Langzaam.
Heel langzaam. Voorzichtig naar beneden. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Langzaam! Pak er aan, pak er aan. En get verderen wat je staat. Welke kleuren wil jij? Welke kleur? Pak hem maar oranje. Ik neem een groen. Goed. Oké, jongens, meisje, echt ongelooflijk, maar het is gelijk alles weer weg. Goed? Oké. Goed. Dames en heren, wij gaan proberen de ballon opblazen. Jij komt hier staan. Wij gaan zo'n klein beetje oprekken, anders ga je niet lukken met opblazen. Geef hem au. Is niet voor lachen. Doe het zeer. Je pakt dus duim, wijsvinger, jij doet een klein beetje oprekken. Geen probleem, kan au! Zelfs meneer met pet moet lachen. Nog een keer proberen. Pas dus duim, wijsvinger, een klein beetje oprekken. Niet voor lachen! Jij stopt uitje in mond zo. Doe maar. Heel goed. Op de mond. En jij blaasje, oké? Wacht. Jij stopt in mond en doet blaasje. Wacht nou even! Blaasje. 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 Mensen staan te wachten. Doe nou blaasje. Schiet nou op. Wacht, kom hier. Meneer met pet staat er weer te lachen. Heer, jij blazen. Goed blazen, hè. Dames en heren, kijken. Meneer gaat blazen. 1, 2, 3. Blazen, meneer. Dan beter pet achterstevoren door misschien. Misschien nou wel lukken. Proberen. 1, 2. Blazen. Helaas, meneer. Gaat niet lukken. Ik zal voor jou voordoen, goed? Jij vasthouden, ik blazen. Goed, hou vast. Geen probleem, Ali gaat blazen voor jou. Opgelet, als deze wel lukt, jullie gaan heel hard klappen voor Ali. Is helemaal leuk. Heel goed. Ali, maak een knoopje voor jou. Stoppen die ballon, let goed op. Ik ga maken achter rug. Heel speciaal voor jou. Heel moeilijke trucje. Let goed op. Ik maak voor jou. Sahara slang. Is heel knap hoor. Nee, wacht, ik maak voor jou. Heb je huisdieren? Een hond. Een hond, krijg jij nog een bij? Dit is Zuid-Koreaanse zachtmoedig kalkoen te gewarm hoor. Kijk, heel goed. Hè? Heel goed, kijk. Ik pak zo weg, hij verdwijnt vanzelf. Jullie allemaal blazen. Heel goed. Oké, jij staat hier. Jij doet buigen. En vond jij gezellig? Vond jij leuk? Jij buigen, jij krijgt applaus. Jij vond nog steeds leuk? Nog dieper buigen. Applaus, dames en heren. Jij vond nog steeds leuk? Wegwezen nou, klaar. Ballon voor jou. Dames en heren, groot applaus voor mijn vriend. Wij doen laatste trucje, dames en heren. Want mijn derde oog zegt dat zometeen gaat beginnen. Grote show op podium, maar ik doe nog één trucje voor jullie speciaal. Let goed op, heel speciaal trucje. Ik heb namelijk hier grote kaarten. En ik ga een trucje doen met iemand uit het publiek. En ik heb spontaan vrijwilliger nodig, meneer met vet. Heel goed. Blijf staan, blijf staan. Meneer, kijk naar mij. Jij kunt zien aan deze kant, de kaarten zijn allemaal hetzelfde, klopt? Zeg ja, Ali. Ja, Ali. Heel goed. Aan deze kant, kaarten zijn allemaal verschillend. Zeg ja, Ali. Ja, Ali. Heel goed. Jij zegt stop wanneer jij wil, oké? Ja, stop. Voor ik beneden met anders laat, hè? Nog één keer proberen. Oh, geef niks. 1, 2, 3. Stop. Ik moet nog beginnen, rustig. Ja. Oké, zeg maar stop. Stop. Waar kom jij vandaan? Den Bilding. Zeg het? Den Bilding. Oh, vandaan. Heel goed. Jij bent gekomen op vliegende pijn. Heel goed. Jij pakt middelste kaartje. Jij laat iedereen zien, niet aan Ali. Ik ken truc toch al. Ik heb hem niet. Oké, je houdt kaartje weg. Jij stopt kaartje in het spelletje. En nou, wij gaan samenwerken. Ik stop kaartje hierin. In het doosje. En nou is het bedoeling. Jij kijkt heel boos naar kaartje. Als jij doet goed kaart, springt uit het doosje. Ik krijg groot applaus voor alle mensen en het wordt spectaculair. Ja? Oké, kijk boos.
Is dat Bos? Ik dacht, jij moet misschien naar het toilet. Ik kom bij jou staan, ik ga wel een beetje boos maken. Kom hier staan. Kijk heel boos naar de kaarten. Heel boos kijken. Kijk hem boos. Die tafeltjes slopen. Hij maakt tafeltje kapot. Wacht. Ali zal jou helpen. Ali zal jou helpen. Jij moet gewoon denken aan schoonmoeder. Ik zal jou helpen voor schoonmoeder. Jij doet concentreren. Sorry mevrouw. Jij doet concentreren. Kijken naar schoonmoeder. En heel boos kijken naar schoonmoeder. Moet niet moeilijk zijn. Hallo, voorzichtig. Niet in broek plassen alsjeblieft. Heel boos kijken alsjeblieft. Boos kijken, wacht, bed andersom misschien helpen. Zo, heel goed. Kijk naar de katje, heel boos kijken. Kijk, kijk boos. Zeg maar, jij hebt die kamer opgeruimd of zo, kijk hè. Heel goed. Ja, is jouw kaart, kijk dames en heren. Hard en 5. Is niet goed? Oh, wacht. Hallo, even kant. Kijk, ik boos. Heel boos kijken, kijk zo. Hard en 4, alsjeblieft. Dames en heren, mijn derde oog zegt, dames en heren, het is hoogste tijd voor mijn neef Ali op de grote podium. Hij gaat u verbazen en verwonderen. Ali. Dames en heren, Ali naar Ali. Ali gaat de grote druk doen met het gebouw. Dat is iets anders. Ja, maar ik wist het zelf nog niet. Grote druk met het erbij, dames en heren. Het is heel mooi. Het gaat ook heel snel. Nee. Meestal gaat het goed, meestal niet. Maar hij heeft wel een assistent nodig. In het blauw. Kijk, je tasje mag ik even hier. Yeah. En die gaat op kijken. En buiten. Nee, nog een keer. Nee, die gaat op kijken. Nee, die gaat op kijken. Grote truc met tapatje, dames en heren. Nee, die opstaat. Zometeen gaat het helemaal mis. Ik heb pas alleen nog 3 kinderen daarop verloren. Heb ik niet gezegd? Zat het een film? Niet gezegd, hè? Grote truc, dames en heren, met de kabaan. Nee, die op gaan staan! Oh, nee! Wat? Ali. Wat doe je? Wat doe je? Grote druk dames en heren met de tapijt. Even zien we kijken. Oh kijk daar maar, dus komt de trein lang. Ali, waar kan het? Niks. Laat nu op staan. Applaus! Ik kan ook kijken. Er zit niks interessants in. Oh nee. Oké, dit was het truc met het kleedje. Applaus! Dankjewel, dankjewel. Ja, net de assistent, hè? Ja, van de hand. Leave it the fight. Leave it the fight.
Ja. Nee, ja, dit is het niet. Niet zo. Wat is haar kant? Dat is een gegeven. Nee, mama, dat is haar kant. Kunt u dat bewijzen? Ja, we hebben een filmpje. Oh. We hebben een filmpje. Oh, geef het aan mij terug. Ali, misschien moeten we het terug doen met de filmpje. Ja, ik denk dat dan bij. Jij bent de meeste in truc. Dames en heren, geef groot applaus. Hier komt hij, Ali, met zijn vliegende tapijt. Wil je dichterbij komen? Pas op de val uit, Dan. Wil je dichterbij komen? Wil je dichterbij? Wil je dichterbij? 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 Ja, nee. Dames en heren, het is namelijk een vliegende tapijt. Het vliegende tapijt. Ik ben dit achter je tijd. Het vliegende tapijt. Wacht even, er staan een andere mensen op. Wie van jullie heeft nog nooit een vliegende tapijt gezien? Vliegende tapijt. Gaat zo meteen. Van links naar rechts. Voor de kijkers. Rechts naar links. Is dat het dan? Anders kan ik het gewoon opnieuw uitleggen. Wat glijdt? Vliegende tapijt. Ali, ben je klaar? Ali staat ook klaar. Zo meteen gaat het vliegende tapijt. Van links naar rechts. Voor de kijkers van rechts naar links. Vliegende tapijt. Hij gaat snel hoor. Opgelet hè. En zullen we aftellen? 100! 99! 98! 97! 96! 95! 94! 93! Allee! Misschien wat minder. 91 vliegende tapijt. Wat? Vliegende tapijt. Oh. Okay. Zo meteen ziet de vliegende tapijt opgelucht. Het gaat heel snel. Want als je zomaar even achter kijkt daar, dan is het al bijna voorbij. Dus dat moet je niet doen. Niet doen dus. Vliegende tapijt. Bent u er klaar voor? Oh, wacht even. Doe even. En dat is een jee. Ja, klaar voor? Ja, doe even zo, even oefenen. Kan iets enthousiaster. Kan nog enthousiaster. Vliegende tapijt. Wow. Ik heb nog nooit zo'n enthousiast publiek gehad. Nou, ik ook niet. Nog nooit. 10 minuten geleden waren ze nog echt enthousiaster. Ja! Eén man is enthousiast, maar die kon ook net aanlopen, dus ja. Ali Kazim. Ali Kazam. Bam. Ali Kazim. Ali Kazam. Ali Kazam, Ali Kazim. Ali Kazim. Hij moet opwarmen, hè? Hij moet opwarmen. Even geduld. Ali, doe die. Normaal gaat het sneller, hoor. Maar... Ali, doe die zo, die zo. Dat is mooi. Ja, leuk, hè? Misschien even vragen of ze er klaar voor zijn. Zijn jullie er klaar voor? Ja!
Waarvoor? Ja! Voor het liefde tapijt. Ali, sta zo, hè? Sta ik al de hele tijd. Ali, Ali Kassi. Misschien even meedoen. Ali Kassi. Ali Kassa. Ali, moet ik wat doen? Moet ik dat zo doen of moet ik dat doen? Allebei, allebei. Je kan niet allebei. Het is niet zit en elke keer maar eens aan. Dat is lastig. Als jij dan dat en als je dat op het eind opvangt. Oh ja. Ali Kassi. Ali Kassi. Ali Kassi, Ali Kassa, Ali Ali Kazin? Ali Kazin? Ali, wat komt er iemand aanlopen die jongens zitten te kijken wat wat sta ik hier te doen? Vliegende tapijt. Vliegende tapijt. Al deze mensen willen een vliegende tapijt zien, al een half uur. Maar jij ook weer een vliegende tapijt zien? Zou blijven staan. Ja, maar dan heb je ook wat. Als je gewild hebt, dan heb je ook wat. Ik doe zo, hè. Kijk, ik ben de gulp. Ik ben de gulp. Ja, ja, hele grote gulp is hij. Ah. Ik doe zo met mijn handen en dan gaat hij vliegen. Zijn we er klaar voor? Ja! Bravo! Ja! Bravo, ja! Ali Kassi! 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 Ben je mond hè? Vaat hem op aan! Ik helemaal met je mond op. Wacht even hier. Ali Kassi! Ali Kassi! Ali Kassi! Ali Kassi! Ali Kassi! Ali Kassi! Vaat hem op aan! Ik doe maar mijn handen zo, zie je? Ja, hij begint. Oh! Je kan het geen eens zien, je staat aan de andere kant op te kijken. Hij zit echt zo, oh, weet je wat niet over gaat. Hij gaat vliegen, hè? Hij gaat vliegen. Hij is snel. Hij komt niet vliegen. Ziet het op? Goed opletten! Ali, opvangen zo, hè? Hij komt eraan. Pas op even hier aan deze kant voor je hoofd. Ik sta niet in voor de gevolgen. Zit een plant alsjeblieft. Ik alsjeblieft. Ja, heel goed, Ali. Op de helft, hè? Ja, ik zie. Ali Kassin? Ja. Laat hem goed aan de andere kant. Ik zie het. Hij stijgt weer omhoog. Ik zie het. Ja, dit is echt een macht. Heb die echt een macht? Wees zijn! En dan komen we dat is maar. Daar komt hij, Ali, Ali, Ali. Ja, ik ben er klaar voor. Goed vangen, hè? Ja. Want op de plaats gaat hij wel eens omhoog. Ja. Ik heb bijna tegen de baan aan, Ali. Kijk uit, kijk uit. Vangen. Ja. Ja! Ik heb hem gewonnen. Tadaa! Applaus! Wauw, dit is echt de meeste verspilde tijd van je avond, dames en heren. Wauw. En deze maar voor 15 kamelijns te koop. De achterkant. Ik ben er eigenlijk gehackt. Deze is niet te koop, dames en heren. Allemaal weg, meter. Klaar, alweer. Gep, weg. Ik hou dit. Het is ook weg. Oké, hoe ga ik hieruit komen?
Ja, wat goed. Ikea. Oké. Okay. Eppa. Zo. Ja. Oh, geweldig. Zet dat. Oh. Hey, hallo allemaal. Alles goed? Ja. Vreselijk. Ik hoor ze alleen op de voorste rij. Ik vraag aan jullie, alles goed? Ja! Ja! Vind je het leuk hier in de Efteling? Ja, vind je het leuk? Oh, geniaal. Ja, want net was ik nog buiten het paleis. Maar nu, met mijn teleportatiedos, aha, ben ik in die geheime werkplaats van die grote leermeester verschenen. Ik word hier steeds beter. Oh ja, ik zal hem even voorstellen. Mijn naam is Ali. Weet niet wat die. Ik wil tovenaar worden en ik ben er bijna. Vandaag is mijn toverexamen. Om precies te zijn, nu. Oké, geen tijd te verliezen. Nee, want ik moet op zoek naar de steen van de waarheid. Ja, want als ik die steen vind, dan ben ik een tovenaar. Oké, daar gaan we. Ik wil zo graag een grote tovenaar worden. Weet je waarom? Nee? Dan kan ik vliegen op een tapijtje. Met slangen praten. Ringen door elkaar heen smelten. En hypnotiseren. Oh, dat vind ik leuk hoor. Oh, dat wil ik zo graag. Maar hoe begin ik daarmee? Ja, natuurlijk. Ik moet op zoek naar die steen, ja. Die steen van de waarheid. Want als ik die vind, dan ben ik een tovenaar. Ja. Dat was mijn leermeester. Mijn leermeester, wat zei hij nou laatst ook alweer? Vind de sleutel naar het hart. Naar het hart. En je zoekt op zoek het hart van staal. Daar snap ik nog helemaal niets van. Waarom praat die man altijd met zulke moeilijke woorden? Sleutel, waar vind ik die nou? Misschien op een plek waar het heel gevaarlijk is om te zoeken. Even kijken. Oké. Okay. Ah, meneer, ik praat als dat niet. Oké. Moet ik ook zoeken naar een hart? Ja, even kijken hoor. Mevrouw, heeft u misschien een hart gezien? Nee, die mevrouw was niet aan het opletten. Nee, u was gewoon in de lucht aan het kijken. Ja, dat hele kennis. Even kijken hoor, naar de mensen die wel hebben opgelet. Even kijken hoor, wat zeg jij? Dat is een tent. Ja, heel goed van jullie. Klein applausje. Oh ja, het hart op het doosje. Ziet u het nu, mevrouw? Oké, blijf opletten. Kijk of de sleutel past. Oh, de kaart! Oké. Dankjewel. Ali weet niet wat niet. Oké. Drie gevaarlijke spreuken uitspreken en jij vindt de steen van de waarheid. Oh, dit is geen schatkaart. Dit lijkt wel een stappenplan. Moet ik daar nou weer mee, stappenplan? Het ziet er wel gevaarlijk uit. Zal ik een spreukje voorlezen? Ja. Lieve Efteling, ik vraag jullie wat. Zal ik een spreukje voorlezen? Ja! Yes. Oké. De kracht van Kunda wordt getest. Neem een groot ei. Voel het ei. Ah, uit het nest. Speel ermee, maar pas goed op. Als het breekt, is er
geen stop. Oeh, ik voel het. Ai, ai. Oh, mooi. Ja. Even kijken. Dit kan... Hè? Oh, oh, dat is voor het ei. Natuurlijk. Oh ja. Zo. Heppa. En de ei is weg. Daar trappen ze niet in. Oké, okay. Even kijken hoor. Ah, hij is er nog. Zo, mooi. Is het goed zo, meneer? Die eikenkast. Wow! Wow! Hij vliegt! Wow! Oh! Oh, mooi! Oh! Oh. Die ei! Ja! Oeps, sorry. Oké. Voorzichtig, Ali. Oké, hier blijft hij. Hoppa. Zo, een klein kusje op die ei. Oké, vies kusje. En goed, en vlieg. Voorzichtig, beetje bouncen, beetje bouncen, kan geen kwaad. Oh. Heppa. Oeh, niet zo boos kijken, meneer. Je ziet wel. Voorzichtig. Voorzichtig. Wat moet je nou? Ja. Ik vind geheimen mooi. Als je echt een geheim wilt zien, ja? Kijk dan eens in mijn ogen. In jouw ogen? Zet die ding erop.
Oh, oh. Hadden jullie dat gezien? Ja! Hadden jullie dat gezien? Ja! Die mevrouw ook, of was u weer in de lucht aan het kijken? Oké, okay. Gelukkig. Oh. Nou, snel een toverspreuk uitspreken voordat mijn tovermeester terugkomt. Ik hoop dat die mevrouw nu ook weer oplet. Volgende spreuk. De samensmelting van het een met het ander als een chemisch proces. Houten ringen, ringen bij elkaar heb geduld vanuit de stress. Als ze door elkaar versmelten, twee ringen vormen samen één. Dan heeft het wonder zich voltrokken. Aanschouw rustig aan een magisch fenomeen. Ik voel het. Voelt goed. Oké. Ringen. Even kijken. Ringen. Wat vind ik nou? Ringen. Oh, mooi. Oh, moet je kijken, ringen. Kijk, ringen. Oh, oké. Daar gaan we. Doe maar mee. 1, 2, 3. Ik hoor jullie niet. 1, 2, 3. Heel goed, Ali. Dankjewel. Leuk om te weten, want het meetellen is verplicht, dames en heren. Ja, u heeft geen keus. Oké, daar gaan we. Opgelet. Oh, mijn favoriete moment van de show. Magie. Yes! Twee dingen met elkaar versmolten. Applaus. Dankjewel. Dankjewel. Maar kijk hoor, deze meisje hier. Kan jij blazen? Ga maar blazen. Oh, helemaal verlegen. Deze jongen dan. Blazen, blazen. Met spuug. Kom maar dichterbij. Hup, ik heb niet alle tijd. Vasthouden. Kan maar vasthouden met twee handen. Zo vasthouden. En omhoog. Ja, goed zo. Daar gaan we. Huppa. Huppa, stevig vasthouden. Ja. Oké, loslaten. Applaus. Voor die mevrouw daar. Oh, ze heeft er man meegenomen. En door. Huppa. Ja. En drie. Oké, opgelet. Ja, drie ringen met elkaar versmolten. Dankjewel. Oké, en nu het moeilijkste gedeelte. Ja. Was dat in je haar? Sorry. Oké, nou dames en heren, allemaal blijven staan. Want ik heb nog meer ringen meegenomen. Oké, dan gaan we dan maar mee. 1, 2, 3. Ik hoor jullie niet. Beetje Fata Morgana. Ja, drie ringen met elkaar versmolten. Dankjewel. Oh, fantastisch. Oh, ik heb echt bedankt vandaag. Oké. Yes. Yes. Oh. Beetje tijd trekken, zie ik. Oh, die veren ook de hele tijd. Oh, als mijn tovermeester dat zou zien. Tovermeester? Het is vandaag mijn toverexamen. Nog één spreuk en ik ben een echte tovenaar. Oh, en misschien, heel misschien, vind ik dan wel de steen van de waarheid. Deze spreuk staat heel raar geschreven. Misschien is het een hele gevaarlijke Oosterse spreuk. Zal ik hem voorlezen? Ja! Ben je al 20 minuten bezig en mensen hebben het nog steeds niet door? Lieve, lieve Efteling. Zal ik hem gaan voorlezen? Ja! Ja! Nee. Is er niets aan de hand? Of
je zoektocht naar jouw steen? Alleen, alleen. Als je op jezelf vertrouwt, dan gaat het niet snel. Fout. Oké, ik snap er echt geen bal van. Nee, ik moet er niks van begrijpen. Misschien moet ik het... Wow! Ik kan alleen het... Oh, nou ga even snel kijken. Meneer, kan ik het misschien even met elkaar? Wow, wow, nee! Oké, een blaas maken, een blaas maken, alsjeblieft! Blaas! Blaas! Zo, nou ben ik helemaal klaar mee met die vaten voor gaan. Kijk, ik vind het niet meer leuk dat ik een nee, niet in mijn jasje. Nee. Voor mij. Denk aan! Huh? Ik word gek! Balletje van de Sultan voor Ali, nog een keer aan! Ik snap het niet meer! Oh, je moet ook wel goed blijven opletten! En vooral die meneer! Want één bal is natuurlijk... Twee ballen van de Sultan! Applaus! Drie ballen van de Sultan! Ja, dank u wel! Oh, dit was oefenen thuis! Ja, vier ballen, dank u wel, dank u wel. Terug naar die koppen. Oké, dan maar mee, Efteling. Drie. Ah ja, kunnen jullie heel goed. Twee. Oh, fantastisch. Eén. Zo. Ah. Ah. Ja, nou is hij echt weg, hoor. Dat kan. Ja. Oké, snel erin. Oké, die laatste bal. En nou jij erin. Erin. Wow. Wow, wow, wow. De steen van de bal. Yes. Woo. Oh. Oh, ik heb hem gevonden. Nu ben ik een echte tovenaar! Ja! Dit moet ik aan mijn neef Ali vertellen! Ja, natuurlijk! Hij komt hier zometeen over 10 minuten! Kom je dan maar terug? Ja! Het is een interactieve show, je mag met mij praten! Kom je dan maar terug? Ja! Oh, wat leuk, mevrouw! Nou, misschien kan je lekker ijsje halen bij die ijskoali of een mooi tapijtje bij de tapijtambelaren! Misschien kan je ook wat daar links hebben ze ook fantastisch gedaan! Ali, oh, fantastisch! Oh, Ali, voor Bali, fantastisch! Ik heb de steen gevonden! Wauw! Oh, applausje voor Ali! Oh, fantastisch! Nou, ik ga dat gauw aan mijn neef Ali vertellen. Goed, hè? Oh ja, en zometeen kunnen jullie ook bij hem komen kijken. Want hij doet ook fantastisch leuke dingetjes met balletjes en kaartjes en fantastisch leuke dingen. Echt, heel veel plezier! Nou, dank jullie wel allemaal voor komen kijken. En veel plezier in die Efteling! Oké. Let op, let op. Ali is van die Sahara.
is van die Sahara, die woestijn. En Ari heeft meegenomen oasisballetjes. Is mooi, hè? Weet jullie wat het is, oasisballetjes? Weet iemand wat oasisballetjes is? Niemand? Nee? Wacht, ik zal het vertellen. Oase is zeg maar, je hebt zand van die woestijn. En oase is zeg maar een stukje water, heel goed. Water en een palmboompje en kaktusje in die woestijn. En dit zijn kleine kaktusjes, jij ziet hè? Is mooi hè? Ja, is heel mooi. Oké, okay. Dames en heren, ik heb twee oaseballetjes. Het probleem met oaseballetjes is eigenlijk dat oaseballetjes kunnen verdwijnen en verschijnen. Oh, is spannend hè? Is ook heel goed. Oké, loop maar door aan, is heel goed. We kijken naar die balletjes. Oké, let op. Goed kijken. Is je oaseballetjes kan verdwijnen en verschijnen. Hoe meneertje, kom jij hier? Ja, mag allebei. Oké, dan kom jij hier. Hallo. Ik is Ali, wat is jouw naam? Ryan. Ryan, ik noem jou vandaag Ali. Het is makkelijker voor mij om te onthouden. Ja? Ali, applaus voor Ali. We gaan er, applaus voor Ali. Heel goed, kijk zo voor jou, is mooi hè? Je hebt nog niets gedaan, dus krijg dat applaus. Mooi. Oké, Ali, jij kan misschien zien welke van de geer mijn Ali neemt die op de neer staat, want je hoort hem, maar je ziet hem niet. Oké, dames en heren. Jij kan misschien aanwijzen welke van deze twee oaseballetjes het snelste is in het verdwijnen en verschijnen. Oh. Nou, jij mag kijken. Jij welke denk jij dat het snelste is in het verdwijnen? Wijs maar aan. Wijs één aan. Jij denkt het snelste. Wijs maar aan. Jij kijkt maar. Welke wijs maar aan? Die? Wauw! Oh, dat is goed in één keer. Dit is de allersnelste bal van die oase van de woestijn. Let's get applaus voor Ali. Oh, is echt heel goed. Is echt heel goed. Weet je, ik zal laten zien. Let op. Dames en heren, ik zal laten zien. De snelste bal. Kijk goed. Bal gaat in mijn hand. En de andere bal gaat in jouw hand. Zo, en dan goed in de lucht houden. Heel goed. Pas nou, die dicht houden, ja? Hou dicht, hè. Hou dicht. Oké, goed kijken naar mijn hand. Dicht houden. Goed kijken naar mijn hand. Ik maak hem onzichtbaar, let op. Plop. Ik pak die oasebal. Plop. En nou. Mijn naam is Ali. Kijk eens naar mijn hand. Kijk eens naar mijn hand. En nou, we zien goed verdwijnen. En nou eens kijken naar jouw hand. Kijk eens naar jouw hand. Ja, dat is goed. Is twee ballen, dat is goed! Ongelofelijk! Wauw, dat is oh, mooi! Nou drie ballen! Is heel mooi! Heel mooi! Applaus voor Ali! Oh, is echt heel goed! Heel goed! Kijk hier, dit is voor jou! Ik ga wel lekker staan! Hey Ali! Ja? Jij toch bent? Ja! Zullen wij samen toekje doen? Oh, is leuk! Ja, is leuk! Oh, wij doen samen toekje! Oké, let op! Dames en heren! Is een belangrijke vraag! Oh, is hoofdje! Belangrijke vraag. Ja, is goed. Belangrijke vraag. Kunnen jullie kaarten? Ja. Ja? Jij kan kaarten, jij kan kaarten. Even wachten, moment alsjeblieft. Als hij vraagt, kennen jullie kaarten? Jullie zeggen ja, alleen. Dat is zo vriendelijk, toch? We zeggen dus, kennen jullie kaarten? Ja. Oh, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Kennen jullie jouw kaarten onthouden? Ja. Oké, dames en heren, daar gaan wij. Let op, goed kijken. Goed kijken, anders mis je het. Roestig, kom bij je. Schudden die kaarten. Ik schudde die kaarten. Schudden die kaarten. Goed, dat is roestig. En anders geef je al heel veel puntjes, hè. Is heel goed. Is mooi, hè? Ja? Is mooi, hè? Oké, wacht eens even. Ik heb een vrijwilliger nodig. Een grote vrijwilliger. Is goed? Grote vrijwilliger. Ja, kom jij eens hier. Ja, hij is goed vrijwilliger. Ja, hij is goed. Oké, heel goed. Vrijwilliger. Jij kiest vrijwillige kaart. Kies één vrijwilliger. Oh, is ook goed. Is ook goed, vrijwilliger. Is ook goed, ja. Vrijwilliger heeft één kaart gekozen, dames en heren. Nog één keer. Jij laat zien aan mensen. Ik draai mij even om. Jij laat zien aan mensen. Goed? Oké. Ik draai mij daar even om. Hij laat zien aan mensen. Laat mij zien aan mensen. Goed onthouden. Kijk naar die kaart. En onthouden die kaart. Hebben jullie gezien? Ja, schoppenboer. Hebben jullie gezien? Schoppenboer! Oké. Schoppenboer! Stop maar weg.
loop maar weg. Supergoed. Ja, zo. Dan mag je eens terug in dek. Hij mag terug in dek. Is je doe maar bovenin, dan kan ik makkelijk steeds. Ja, ja, nee, bovenin. Nee, nee, onderin. Makkelijk, hè? Nou is Kai weg. Oh, dat is alleen één. Nee, als je weg. Nou is hij weg. Ik maak nog moeilijker, geen probleem. Ik gooi zo alles door mijn kant. Heel goed, kijk zo. En nou, truc is mislukt. Simpel, hè? Makkelijk, hè? Nou is weg. Wacht. Nee, wacht. Ali, ik heb house weer meegenomen van jou. Oh ja? House weer meegenomen van jou. Wil jij een pakken? Die op deze? Een speciale house. Is woestijnwand. Is heel woestijnwand. Is lieve woestijnwand. Kijk eens. Komt ie hoor. Woestijnwand. Oh, is woestijnwand. En? Lieve, je lieve mijn vriendje. Rustig! Oh, dames en heren, ik heb hem geleerd voor te hypnotiseren. Voor als ik meeneem naar Oosterse landen voor in de vliegtuig. En ik heb geprobeerd hem te hypnotiseren, maar werkt niet. Dus nou, ik doe een beetje anders, ik doe zo. Nee, is niet zielig. Jij kunt gewoon doen de reanimatie. Even opblazen. En hij is gewoon weer apparaat. Dames en heren, denk goed na, doe dit thuis niet na met hond of kat. Nee, niet hond of kat. Kaviaasje. Ja, ja. Zoeken. Hebben jullie goed onthouden die kaart? Heel goed, oké. Dames en heren, speciaal voor jullie allemaal. Gaan wij die woestijn was. Blinddoeken! Oh! Hebben wij niet afgesproken? Nee, maar is gewoon dus leuk. Is spannend. Maak het spannend. Is goed. Oké, jij meewerken. Woestijn wat. Meewerken. Is vrijwillige woestijn wat, dames en heren. Woestijn wat moet weer slapen. Oké, hij mag wouken aan die handen van meneer. Zijn gewassen. Hij wouken nu aan meneer's handen. Oké, dat moet gewouken. Oh, is heel goed. Oké, nou, is heel goed. Nou, hij wouken aan die kaarten voor meneer zijn handen. En nou, misschien, hij vindt die kaart. Ja, misschien is die. Oh, dat is snel. Oké, die kaart. Oké. Ja, Shell. Die kaart gevonden. Ja, Michel, pas een applaus voor die woestijn. Kijken naar het einde van het video. Ja, even wacht. Let op. Hebben ze één kaart, dames en heren. Jullie hebben allemaal één kaart onthouden. Nu gaan wij tellen van 3, 2, 1, 0. En dan jullie roepen allemaal de namen van de kaart. Ja, komt die goede kaart. 3, 2, 1, 0. Schoppen vrouw. Wat zou jij? Brave vrouw. Wij gaan laten zien de kaart. Ja. Als de kaart is goed, jullie gaan heel hard applaudisseren. Zo hard applaudisseren. Sultan komt uit Fata Morgana. Is heel grappig, want hij zit net in bar. Ja, is heel leuk. Oké, dames en heren, komt ie. 3, 2, 1. Ik is Ali voor die Bali, maar ik is ook een beetje mentali. Meneer, blijf staan. Let op, goed onthouden, let op. Meneer, kies één kleur in uw hoofd. Eén kleur. Ja? Heeft u in uw hoofd één kleur? Oké. Hart ja of nee? Ja? Is kleur paars? Nee. Heel goed. Meestal krijg ik applaus, maar hij zo ja. Is je een grapje tussendoor, maar nou komt een moeilijkheid. Een zakje van die woestijn, ben normaal gesproken. Ja, is goed. Ben normaal gesproken zand verzamelen. Laat maar los. Oké, goed kijken. Ja. Oké, let op, dames en heren. Ik heb hier een doekje. En het doekje is. Dat is één persoon. Ja, heel goed, wacht even.
Zo, heel goed. Super. Allemaal tegelijk. Ja, en doe jij. Heel goed, oké. Okay. En wat zou dit? Heel goed. Kom jij samen staan? Heel goed, is wit. En dames en heren, jongens, meisjes, kijk eens goed. Nog een doekje en een doekje. Wat? Heel goed. Heel goed. Dames en heren, wit doekje, zwart doekje en het zakje is dan helemaal. Leeg, neem mijn hand zit erin. Ja, heel goed, jij snapt hem. Ja, heel goed, hand zit erin. Oké, okay. Maar wacht even. Jij mag doekje instoppen. Heel goed. Ja. Jij mag doekje instoppen. Heel goed. En nou, dames en heren, jongens, meisjes. Ik ga met die balkdans, ga ik die doekjes. Whistle. Oh, is mooi. Oké, okay, let op, kijk, kijk. En hoe ik kan groepen door mijn balk. Komt ie. En nou, dames en heren, jongens, meisjes. Die doekjes zijn de whistle. Let op. Ja, is geloof, kijk eens. Het zwarte doekje is wit geworden. Wow. En het witte doekje is zwart geworden. Wow. Applaus, is leuk. Wacht, stop. Is wel grappig, die ouders klappen, die kinderen denken, je hebt gewoon in de maling. Ja. Wacht, ik ga het goed maken met jullie. Doe maar toe. Heel goed. Zakjes gevonden. Ja, ik doe anders. Ik maak een stip op. Stippen. Ja, jullie kennen stippen? Ja. Stippen? Oké, let op. Stippen. Ja, ik ga even, let op, daar gaat hij. Maar jullie moeten wel helpen. Jullie allemaal met die bouw tegelijk. Ja, joh. Komt ie, met die bouw tegelijk. 3, 2, 1. Oké, kijken. Nee, is niet gelukt. Weet jullie waarom niet? Nou, jullie doen goed je best, maar die ouders niet. Ja! Dus ouders, allemaal meedoen, dan gaat ie. 3, 2, 1. Oké, dames en heren, jongens, meisjes. Er zijn stippen op die doekjes. Kijk die guy. Het witte doekje heeft witte stippen. Wow. En het zwarte doekje heeft zwarte stippen. Wow. Applaus, applaus. Het is niet gelukt, wacht even. Nee, wij zijn witte stippen. Wij zijn zwart. Zwart moet op wit en wit moet op zwart? Ja. Wie wil het allemaal zien? Ik! Oh, allemaal? Oké, okay, let op. Moeten we allemaal meedoen. Ook die ouders meedoen. Komt in 3, 2, 1 met die bouw. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Wij kijken op groepjes. Kijk op groepjes. Let op. Oh, daar komt ie. Het zwarte doekje, dames en heren, heeft witte stippen. Oh, en het witte doekje, dames en heren, heeft zwarte stippen. Dat is mooi. Dat is mooi. Applausje voor jezelf. Oh, het is echt heel goed. Het is heel goed. Oké, nou eens. Wacht even, laat zien, wacht even. Eén stapje achteruit. Let op. Is heel mooi kistje. Wacht even, als jullie nog één stap achteruit doen, iedereen kan goed kijken naar die kistjes. Belangrijk. Is goed, kan iedereen mij nog horen? Kan iedereen nog zien? Kan iedereen kistje zien? Oké, goed kijken naar kistje. Is belangrijk. Hoppakee. Ik hou kistje even omhoog. Jullie kunnen goed kijken. Wacht even. Tja. Oh, is mooi hè? Oh. Mooi hè? Maar het is woestijnkistje. Moet je zien, is woestijnkistje. En in woestijnkistje zit verder niet. No. Alleen niet daar. Ja, is goed. Ja. Ja. Jij nieuwsgierig hè? Ja, laat maar los. Ja. Ja, heel mooi hè? Weet ik niet, maar laat maar lekker staan. Ja, heel goed. Oké. Wat gaat om die touwtjes namelijk? Kijk eens, die touwtjes. Daar moet je kijken. Die kijken naar die touwtjes. Jullie zien, die touwtjes zijn aan elkaar. Ja. Toch? Ja. Ja, hè? Als ik trek, zijn echt in elkaar. Ja, toch? Dat is die flesje!
Oké, let goed op. Touwtjes zijn vast, maar nou zijn touwtjes los. Allemaal? Los! Oké, heel goed. Kijk eens goed, want lusjes zijn los. En als ik nou in elkaar doe, jullie kijken, goed kijken. Ik lus in elkaar, maar lusjes zijn nog steeds los. Kijk maar, ik kan niet vastmaken. Jullie zien, toch? Jullie begrijpen? Is onmogelijk, toch? Is onmogelijk. Oké, let op. Lusjes zijn los. Oké. Lusje gaan los in doosje. Goed kijken. Is los in doosje. Is Ilka Ali. Is los in doosje. En nou, dames en heren, jongens en meisjes. Dus ze zijn vast. Ja, ik ook. Is mooi, hè? Kijk eens, ik kan laten zien. Kijk eens. Is mooi, hè? Ik weet niet wat ik doe. Ja, ik ook. Is heel goed. Kijk. Ze zijn echt vast. Jullie zien, ze zijn echt vast. Maar jij weet hoe die moet, toch? Jij zei hoe die moet. Wacht, wacht. Ik kan laten zien. Kijk eens. Ik kan laten zien. Is los. En nou mag jij kijken naar die touwtje. Of Ali is eerlijk is. Kijk maar, of geen geheime valluik in zitten. Of geheime deuren. Ja, weet het. Ik ook. Heel mooi. Ja, is heel goed. Jij weet ook? Oké, wacht even. Weet je wat? Wacht even. Speciaal voor jullie, want jij weet het. En jij weet het ook. Ja. Jij weet het. Ouders weten niet. Ik kan eerlijk zijn, ik kan laten zien. Ja? Ali laat vanavond speciaal voor jullie allemaal, en alleen voor jullie allemaal, zien hoe Ali het niet doet. Oké, let op, let op. Kijk goed, hè, kijk goed. Douwen zijn nu los. Oké. Ali laat zien hoe het niet doet. Let op. Lusje gaan los in doosje. Is mooi, hè? Is mooi dichtbij, hè? Mooi dichtbij, ja. Dat is geen niks hoor. Ze mogen in mijn zak kijken. Gezien. Ja, gezien, ja? Nee, let op, goed kijken. Ik laat zien hoe het niet moet. Kijk. Jij die snap, hè? Nee, kijk, Ali laat zien hoe het niet moet. Ali is eerlijk. Nee, weet je waarom? Mensen zeggen tegen Ali, Ali, jij doet iets in het doosje en dan touwt je. Dus Ali zegt nee, dat is niet zo. Want kijk maar, is niets geboord, kijk eens. Het is eerlijke Ali. Jij ziet, hé hey Ali, het is eerlijke Ali, hè? Alles losje. Het is eerlijk, het is gewoon losje, hè? Alles is gewoon losje, het is eerlijke Ali, toch? Het is niks geboord, toch? Oké. Okay. Heel goed, opletten, het is niet goed, toch? Wacht even, ik zie het zo meteen, maar jij kan zien. Is mooi, toch? Ja? Nee, hij moet ook dicht. Ja, maar hij gaat ook dicht. Kijk, let op. Anders kan ik niet doen. Anders kan ik niet doen. Ja? Jij weet het? Jij hebt straks wacht. Oké, let op. Goed kijken. Want lusjes zijn los, ja? Let op. Gaat lepel in. Maak lusje een beetje vaster. Is makkelijker voor Ali. Nou, lusje niet weg kunnen lopen. Makkelijker. Ja. Jij, Asje. Ja, jij. Kom eens hier, kom eens hier. Jij sterk zijn. Kom aan deze kant. Kom aan deze kant. Ja, deze kant. Kom aan. Jij is heel goed. Ja, heel goed. Kan je pakken? Een beetje aantrekken. Een beetje aantrekken. Ja, goed. Niet doosje. Oké. Jij bent sterk. Jij is hier staan. Kom eens hier staan. Heel goed. Oké. Jij bent ook een beetje sterk. Wacht even. Sterk zijn bedoel ik mee goed vasthouden. Niet hard trekken. Ja? Goed vasthouden. Belangrijk. Hou maar hier vast. Hier vast. Ja? Ja, heel goed. Oké. Dames en heren, jongens, meisjes. Lusjes zijn los. Oké. Goed kijken. Lusjes zijn los. 100%? 100%. Let op. 100%? Goed. Kijk eens. Lus 1 gaat in doosje. Lus 2 gaat in doosje. Plop. En nou, hou vast, dit is belangrijk. Hoe is het precies nou, hè? Hou vast. Kijk, en dat is die Oosterse magie. Laat maar los. Applaus voor deze twee. Dames en heren, jongens, meisjes. Dit was mijn Oosterse magie. Kijk nog even naar snelle Ali. Toch, snelle Ali? Jij is snelle Ali, toch? Ik ben snelle. Jullie kijken naar mijn neef, snelle Ali is heel snel. Is heel snel. Ga maar mee met hem. Of kijk straks op podium naar andere Ali. Of ga even een pijntje kopen bij andere Ali. Welkom allemaal. Oh, wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. En met zoveel ook. Oh. Dat had ik niet durven dromen. Welkom in mijn nederige stulpje. Ga lekker onderuit zitten.
Als jullie nou doen alsof jullie thuis zijn, dan doe ik dat ook. Nee, ik vind het echt heel fijn dat jullie gekomen zijn. Ja, het doet me goed om eens bezoek te krijgen. En ik vind het ook heel dapper van jullie, hoor. Ja, ik ben tenslotte toch de grote boze wolf, hè. De slechterik. Nee, nee, niet ontkennen. Ik ken mijn plek en ik leg me erbij neer. Ja, ieder sprookje heeft nou eenmaal zijn onschuldige meisjes, zijn dappere helden en zijn slechterikken. Ja, maar het is wel een eenzaam bestaan, hoor, kan ik u vertellen. Denk maar niet dat Assepoestris gezellig komt ganzen worden. Of dat de kaboutertjes eens gezellig op de thee komen. Nee, ik ben tenslotte toch de grote boze wolf waar iedereen met een grote boze boog omheen loopt. Dus daar zit ik dan. Avond aan avond. Alleen. In mijn fauteuil. Te luisteren naar de radio. En altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele. Ik doe alles voor mijn kik. Ik ben altijd maar de macho, de latino, de nero. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Oh, ik wou dat ik geliefd was, gewoon een dag niet mezelf was. Dat jij dan op bezoek was, ik niet eenzaam en alleen was. Ik niet gevreesd, maar populair was. En dat jij mijn beste vriend was. Ik niet de schrik, maar juist de troost was. Niet angstaanjagend, maar vertrouwd was. En dat dat voor altijd was. Dank jullie wel. Oh, jullie zijn een heerlijk publiek. Dat ruik ik zo. Ik bedoel, dat zie ik zo. Ach, ik heb jullie vanavond uitgenodigd om mijn kant van het verhaal eens te vertellen. Ja, ik begrijp dat ieder sprookje een slechterik nodig heeft, maar... Nou ja, het zit me gewoon al een tijdje niet zo heel erg lekker. Ach, laat ik ook gewoon maar eerlijk zijn. Het ligt als een loodzware geit op mijn maag. Nee. Bij wijze van spreken dan natuurlijk, hè? Ik zie u kijken van waar heeft hij het over? Ja? Ja, hè? Goed zo. Kijk. Iedereen kent het sprookje van Roodkapje en de Wolf. Mwah! Maar er staan dingen in het sprookje die kloppen helemaal niet. Nee, zo zou ik Roodkapje ooit bijvoorbeeld... Hoe stond dat er nou? Roodkapje ooit... hier. Met huid en haar hebben opgegeten. Dat is helemaal niet waar. En niet alleen Roodkapje, maar ook... grootmoeder. Zou ik hebben verslonden. Dat geloof je toch niet? Wie eet er nou oude taart? Jij. Maar ja, het staat hier zwart op wit. Dus dan zal het wel waar zijn. Ja toch? Zo is het toch? Dat denken jullie toch ook? Hè? 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 Dat denk jij toch ook? Nee. Lief. Maals. Hapje. Allemaal onzin. Het ligt allemaal veel genuanceerder. En daarom vertel ik u vanavond het ware verhaal. Sprookje, ik serveer jullie aperitieve feiten die alles in een heel ander daglicht zullen plaatsen. Maak u zich geen zorgen, het wordt fantastisch. Het wordt een fantastisch sprookje. Nou, laten we bij het begin beginnen. Ik maak een wandelingetje. Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Wolfje gaat op stap. Zit mijn giletje goed? Mijn machetje goed? Wolfje gaat op stap.
volg je vandaag dat wieve, niet meer zo dat primitieve, want Wolfje is vandaag de bon vivant, de bon vivant, de bon vivant, vive la, vive la, vive la, vive la bon vivant. Wolfje gaat op stap door het hoge gras, langs het struikgewas. Wolfje gaat op jacht, stap in het zonnetje, lijkt een ballonnetje. Wolfje gaat op stap. Wolfje vandaag dat wieve, niet meer zo dat primitieve. Want Wolfje is vandaag de bon vivant, de bon vivant, de bon vivant. Vive la, vive la, vive la, vive la bon vivant. Wolfje gaat op stap. En zo kwam ik bij de rand van het bos, bij een huisje. De deur zwaaide open en daar stond een schattig klein meisje. Met een rood kapje en een mandje in haar handen. Haar moeder stopte nog wat koekjes in het mandje en vroeg het meisje die naar grootmoeder te brengen. Ja, grootmoeder was namelijk heel erg ziek. Maar blijkbaar niet te ziek om een kilo koekjes weg te werken. Het meisje moest het pad volgen en dan zou ze vanzelf bij grootmoeder komen. Ze mocht niet van het pad afgaan, dan zou ze kunnen verdwalen. Kijk, als ze dat nog gewoon had gedaan, was er niks aan de hand geweest. Onthoud dat goed! Nou, afijn. Roodkapje gaat op pad en ik denk, ik loop even een stukje met haar mee. Ja, niet om erop te eten, hè? Nee, ik was heel erg bezorgd en ik wilde er zeker van zijn dat ze niet van het pad af zou gaan. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Ze lijkt zich niet bewust van het gevaar. Dus loop ik steeds iets verder mee met haar. Want zij mag niet verdwalen. Ze vraagt me wat ik wil dan, wil dan, wil dan. Vragen wordt ik stil van, stil van, stil van. Maar zij vraagt wat ik wil dan, wil dan, wil dan. En daar word ik stil van. Je bent nog zo klein, het bos is zo groot. Want als je verdwaalt, dan raak je in nood. Ga met je mee, dan gaat er niks fout. Snap niet waarom je mij niet vertrouwt. Zeggen die man, is die niet te zwaar? Het is nog zo ver, geef mij hem nou maar. Ga met je mee. Ga met je mee, op pad, ga met je mee. Dan zie ik nog eens wat. Ik lijk misschien gevaarlijk, maar ik wandel al zo graag. Lopen is gezond en het is heerlijk weer vandaag. Ga met je mee, doe jullie mee? Ga met je mee, Goed zo! Ga met je mee, Vond ik dat beter? Ga met je mee, Nog een keer, ga met je mee, Ga met je mee, Ga met je mee, Ga met je mee, En op dat moment kwam die vervelende jager eraan. Oh, ik schrok me een ongeluk. Jagers zijn nare mensen. Daar moet je voor oppassen. Voor je het weet, heb je een kogel in je kont. Goedemiddag. Goedemiddag, jager. Hoe maakt u het? De jager die wilde met dringend spreken, want er waren 6 geiten vermist. En of ik daar iets van af wist. Ik bedoel maar, hè? Ik krijg altijd overal de schuld van. Wat moet ik nou met 6 geiten? Kinderboerderij beginnen? Opeten. Wat? Opeten. Opeten? Ja. Wat zeg je? Ik versta je niet. Ja. Ja? Opeten. Opeten? Ja. Nou, ik eet helemaal geen geiten hoor. Wel. Nee, het zal u misschien verbazen, maar het is zo. Wel maar. Sterker nog. En vanavond vertel ik u de waarheid. En niets anders dan de waarheid. Ik ben vegetariër. Maar ik Ja, ik moet er helemaal niks van hebben, al dat dierenleed. Ik leef op groente en fruit. Ja, bosbesjes, appels, andijvie en verder niks. Daarom zie ik ook zo pips. Oh ja, en rauwkost. Heel veel rauwkost. Rauwe sla. Rauwe worteltjes.
Zo'n oude biggetje. Bietjes, bietjes. Waar was ik ook alweer? De jager. Oh ja, de jager. De jager die dacht dus dat ik iets te maken had met die 6 vermiste geiten. Want ik voldeed aan het signalement. Ik voldoe altijd aan het signalement. Maar nee, zei de jager. Dit keer had hij een ooggetuige. Ooggetuige! Dat is onmogelijk! Ik had ze immers allemaal verslonden. Ik bedoel, dat had hij allemaal verzonnen. Op dat moment zie ik gewoon het kapje van het pad afgaan. De jager die blijft maar vragen stellen. Hij wil mijn poot zien en weet waarom die zo wit is. Dus ik vertel hem dat ik een appeltaart had gebakken en dat ik waarschijnlijk nog wat meel aan mijn poot had zitten. Dat is alles. En wegwassen! Oh, roodkapje! Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Ik heb ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Ik ben haast te laat. Het spijt me, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik kan hier nu niet blijven. Ik kan hier nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijf ik even staan. Dan kan ik misschien, als het echt moet, dank je. Wat over geitenklokken en witte poten praten. Nou, dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. Roodkapje! Roodkapje! Roep jullie even mee! Roodkapje! Roodkapje! Ik kamde het hele bos uit, maar ze was spoorloos verdwenen. Ik moest haar vangen en vinden. Ik besloot het pad naar het huis van grootmoeder te volgen, in de hoop Roodkapje onderweg tegen te komen. Uitgeput kwam ik aan bij het huis van grootmoeder. De deur ging open en daar stond grootmoeder. En die was dus helemaal niet ziek. Ze had gewoon een kruiswoordpuzzeltje te doen. Nou, ik vertelde wat er was gebeurd. Hoe Roodkapje toch van het pad af was gegaan. En hoe ze nu spoorloos verdwenen was. Nou, dat vond grootmoedertje niet zo leuk. En dan trek ik me nog heel zacht uit. Ja, Roodkapje deed het wel vaker. Grootmoeder had er schroom genoeg van. En ze vond dat Roodkapje maar eens een lesje moest leren. En toen verzon grootmoeder dus dat ik mij als haar zou verkleden en in haar bed moest gaan liggen om zo Roodkapje flink te laten schrikken. Ik vond het meteen al een heel slecht plannetje, maar grootmoeder stond erop. Ging meteen op zoek naar een verstopplek, probeerde zich nog te verstoppen onder het bed. Maar dat paste niet. Te krap. En toen besloten we samen in goed overleg en met wederzijds bevinden dat ze zich het beste kon verstoppen in mijn buik. Ja, daar kijkt toch niemand, hè? Daar kijkt niemand. Nou, absoluut weg. Ja, zo gedaan. En daar lag ik even later. In het bed van grootmoeder. Met een nachtjaponnetje aan. Chocolade. Oh. En een slaapmutsje op. Zo. Te wachten. Broodkapje. Oh. Ik voelde me helemaal niet goed. Ik voelde me zo ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. Au. Au. Deur open en dicht gaan. Ik hoor het kraken van een tree. Ik hou mijn blik strak op de deurknop en die gaat naar beneden. Ze kwam binnen zonder kratten. Zonder kloppen. Ze kwam binnen.
Zonder kloppen. En ik zei geen woord. Doodse stilte. Roodkapje keek me aan, maar ze snapte er niks van. Ze zag iets aan me, maar ze kon het niet plaatsen. Er klopte iets niet, maar ze kon de vinger er niet op leggen, denk ik. Ach, het was een hele rare situatie. Ja, moet je je eens voorstellen. Of wacht, ik heb een idee. Maar dan heb ik wel een vrijwilliger nodig. Iemand die Roodkapje kan spelen en ook goed kan lezen. Even kijken. Kan jij goed lezen? Ja? Kom maar, hoe heet jij? Isis. Kom maar. En als je niet kan lezen? Zo. Ga maar hier staan, Isis. Goed zo. Hier, zei ik. Goed zo. Ja, goed zo. Hier, zei ik. Nou, dan heb ik hier een kaartje. En daar staan 3 zinnen op. En die moet je precies zo voorlezen. Want dat zei ze, oké? Okay? Ja? Oké. En goed hard, hè, dat iedereen het goed kan verstaan. Nou, dan ga ik weer even in bed liggen. Zo. Met mijn nachtjaponnetje weer aan. Zo. Ja, klein vraagje tussendoor. Dan mag je zelf, je mag je eigen interpretatie erop loslaten. Ja? Oké, goed zo. Nou, het slaapmutsje weer. Huppakee. Nou, Isis, zin 1. Grote oren? Ja, kindje, die groeien door, hè, als je ouder wordt. Ik wist niet wat ik moest zeggen. En toen kwam zin 2. Oké, kom maar, zin 2. Wat heeft een kleine oog? Kleine oog, hè? Ja, kindje, dat lijkt maar zo, want ik heb mijn brilletje niet op. Pure paniek. En toen, zin 3. Oké, kom maar, zin 3. Grote mond. Ja, kindje. En dan kan ik jou beter opeten! Dat meen ik natuurlijk niet, hè? Ik moest haar laten schrikken. Nou, dat lukte aardig. Het arme kindje was helemaal van het padje af. En net op dat moment stond die vervelende jager voor de deur. Roodkapje, je moeder zoekt je. Ah, die moeder was natuurlijk ongerust en had die vervelende man gestuurd. Wat moest ik doen? Ik stond daar nog steeds verkleed als grootmoeder. De jager zou me nooit geloven als ik zou vertellen dat het allemaal maar een grapje was. En Roodkapje, die bleef maar gillen. Gil maar even. Ja, maar dat, het was veel en veel harder, Isis. Gil maar even. Ja, het was nog hard. Gillen jullie allemaal tegelijk maar even. Ja, kijk, ja. En je weet dus niet hoe een jager daarop reageert, hè? Zijn hele nare mensen, hoor. Dus toen dacht ik, ik verstop Roodkapje ook maar even in mijn buik. Ja, ik kan grootmoeder er meteen even bij praten over de situatie. Ga maar weer zitten. Groot applaus voor Isis! Nou, afijn. Roodkapje, die had ik veilig opgeborgen in mijn buik. Zat lekker bij te kletsen met grootmoeder. En toen wilde ik het op een rennen zetten. Tja! Maar dat ging niet. Top! Ik viel om door mijn enorme gewicht. Ga maar na. Roodkapje, grootmoeder. 3, 4, 5, 6 geiten geslikt. Ik was zo zwaar, ik kon geen kant op. En toen kwam de jager binnen. Met een heel groot geweer. Het is een grote flashback nu. Oh, zoals mijn moeder altijd al zei. Kleine jongen. Je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten net als ik. Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk. Als wolf ben je al snel een slechterik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar jagen.
slachters zijn er ook helaas, het is waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dus zing je eigen lied en hoop dat het gehoord wordt en het ieder ziet dat jij ook goede kanten hebt en veel verdriet om wat de mensen zeggen over jou. Het leven gaat voorbij, er is zo weinig tijd, dus zing wat jij bent vrij. Maar hou het wel gezellig, maak de mensen blij, dan zul je minder eenzaam zijn. Zo zit het dus, zo is het gegaan, maar ja, wie gelooft er nou een boom? Tot op de dag van vandaag loopt iedereen met een grote bogenboom, boze boog om me heen. Dames en heren, u was een geweldig publiek, dank u wel! Nog één keer met z'n allen, handjes in de lucht! En doe maar mee op la la la, la 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 la. Kom allemaal nog eens langs, zo rond etenstijd.